Tot 1921 was het dorp Zeel zelfstandig om uiteindelijk op te gaan in Groot Veldhoven. En toen het een aparte gemeente was, tot 1921 dus, toen werd het omgeven door Oorschot, Strijp, Gestel, Waalre, Veldhoven en Oerle. Zeels was en is een zeer oud dorp. Over de oorsprong van de bewoners doen de vreemdste verhalen de ronde. Zijn het Kelten, zijn het Germanen, zijn het Vikingen, zijn het... noem maar op. Ze zoeken waar de Zeelstenaar uit 1650 nu vandaan komt. Is dat nou een apart ras, zoals sommigen beweren, of is dat niet zo? De theorie over de rare, eigenzinnige Zeelstenaar staat in een oud onderzoek van archivaris Klaassen. En die heeft onder andere in de inleiding geschreven dat de herkomst van de Zeelstenaren in nevelen was gehuld. En hij had uitte zelfs het vermoeden dat er sprake zou zijn van een apart ras. Ik ben een echte Zeelstenaar. Mijn familie woont al 500 jaar in Zeelst. En ik ben zelfs getrouwd met een vrouw wiens voormoeder ook al in 1650 in Zeelst woonde. Vanaf het jaartal 1650 en nog eerder zijn wetenschappers voor het herkomstonderzoek afhankelijk van DNA. Bij Wim Senders is al een monster afgenomen. Het was gewoon een kwestie van met een borsteltje aan beide kanten wat wangslijmvlies afnemen. En je mocht een uur van tevoren niet eten en dat ging verder prima. En de vraag is maar natuurlijk van waar zijn nog rechtstreeks afstammelingen van aanwezig? En dat is een hele speurtocht, want die mensen zijn niet allemaal keurig in Zeelst blijven wonen. Als die afstammelingen zijn opgespoord en het DNA is afgenomen, dan weten we in het najaar ook of Wim Senders afstamt van de Kelten. Ben jij een Kelt? Ik zeg al, ik vind het een leuk verhaal. Ik zou het niet erg vinden als mijn afstamming een Kelt was. Ik zou het niet erg vinden, nee.